Hetzelfde onderwerp, mevrouw Gabriels. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de vicepremier, mevrouw Beck zei het al, door een arrest van het grondwettelijk hof van 2014, dat stelde dat verschillende bestaande pensioenregelingen bij de politie dat die onwettig waren, waren wij verplicht om een nieuwe juridisch correcte oplossing uit te werken. En sinds uw aantreden als minister van Binnenlandse Zaken maakte u daar samen met de bonden werk van. Wij stemmen straks die overgangsmaatregel die terecht een einde maakt aan de onzekerheid die er op het terrein was bij een 2500-tal politiemensen. Nu, daarnaast lezen inderdaad dat er een meer uitgebreide oplossing op tafel zou liggen die meer definitieve beslissingen zou inhouden over een algemene pensioenleeftijd bij de politie. U heeft inderdaad op vragen van mevrouw Beck en mezelf in de Commissie Binnenlandse Zaken hier al op geantwoord en ook geantwoord op de bezorgdheid van onze fractie in dit dossier. Een bezorgdheid die bestaat uit het feit dat er uiteraard moet rekening gehouden worden met het specifieke aspect van het politieberoep, maar anderzijds dat het voor onze fractie van fundamenteel belang is dat we in het globale pensioendossier blijvend structureel hervormen om het systeem draaiende te houden. U heeft inderdaad toen terecht geantwoord en verwezen naar de Nationale Pensioencommissie of Pensioencomité, dat onder andere de uitdrukkelijke opdracht krijgt om algemene richtlijnen en duidelijke criteria vast te leggen om te komen tot een gelijkaardige behandeling van alle beroepscategorieën, onder andere wat de definitie van zwaar beroep betreft. Want nog eens, zwaar beroep, blijkbaar een moeilijke definitie. Als onderzoek ons leert dat 7 op de 10 Vlamingen van zichzelf vindt dat ze een zwaar beroep hebben, dan blijkt dit toch wel een moeilijke discussie die ons te wachten staat. Trouwens, de vorige pensioenminister kreeg 33 aanvragen van verschillende beroepscategorieën om als zwaar beroep erkend te worden, wat toch ook al veelzeggend is. Vanavond zit u samen met de politiebonden en alhoewel u nog niks kwijt wou, lezen we toch wel al een en ander. Vanaf 58 op non-activiteit en vanaf 2018 op 59 lezen we. Eventueel ook een voorlopige erkenning die tijdelijk zou zijn als zwaar beroep. Het kernkabinet gaf vorige vrijdag zijn fiat hiervoor. Ga afronden. Maar een werkgroep zocht ook de budgettaire gevolgen hiervan uit. Het basisprincipe van de financiering, lezen we, zou zijn dat de opbrengst die we realiseren door werknemers langer aan de slag te houden, dat we die toch naar de politiezones zouden kunnen doorsluizen. Ik heb volgende vragen aan u, meneer de minister. Uiteraard kan u de inhoud van het voorstel dat we lezen in de pers, kan u dat bevestigen? Werd de kostprijs van deze maatregelen intussen al berekend? Kan u daar meer duidelijkheid over geven? Is er een akkoord binnen de regering over de financiering ervan? En kan u bevestigen dat er eventueel nog nieuwe afspraken hierover kunnen gebeuren? Dank u wel. Dank u, mevrouw Gabriels. Meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Gabriels, mevrouw Beck, hartelijk dank voor die vragen. Want ik denk dat het goed is voor op een aantal punten opheldering te bieden en hypotheses die in de pers ontwikkeld worden, daar proberen de ware toedracht nu van te geven. De eindeloopbaanregeling voor de politie, meer bepaald het stelsel van non-activiteit, is een regeling die geldt totdat alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector, met inbegrip dus van dit KB, eindeloopbaanregeling politie, totdat een einde daaraan zal worden gesteld in uitvoering van het regeerakkoord. Want ik citeer het regeerakkoord: de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector, het verlof voorafgaand aan pensioen, disponibiliteit en andere, zullen gealigneerd worden op de voorwaarden voor de individuele werkloosheid met bedrijfstoeslag. Dit zal gebeuren via een aanpassing van het statuut. Einde citaat. Dat vindt u terug op pagina 113 van het regeerakkoord. En dat is zo letterlijk overgenomen in de tekst van het betreffende regeling rond de eindeloopbaan van de politie. Het ontwerp KB eindeloopbaanregime voorziet dat het personeelslid van het operationeel kader dat de leeftijd van 58 jaar bereikt heeft, recht heeft op een aangepaste betrekking. Dat is een permanent definitief recht. Dus iemand die 58 wordt binnen het operationeel kader van de politie, heeft dan recht op een aangepaste betrekking. Daarnaast voorziet het KB ook in een stelsel van non-activiteit, waarbij het personeelslid van de politie dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot, voor het invoegentreden van het wetsontwerp dat u inderdaad straks gaat stellen, dat die vanaf 58 jaar het recht heeft op
non-activiteit. En dat ten vroegste vanaf een leeftijd die 4 jaar onder zijn vervroegde rustpensioenleeftijd ligt. Dit stelsel non-activiteit voorziet in een wachtgeld dat degressief is, maar in functie van het aantal jaren dienstactiviteit. Maar het gaat hier om een stelsel non-activiteit. Dit wil zeggen dat geen bijkomende pensioenrechten worden opgebouwd voor de berekening. Dit stelsel van non-activiteit is een regeling die geldt tot, wat ik in het begin van mijn uiteenzetting zei, totdat alle regelingen voor vervroegde uittreding in de federale openbare sector, met inbegrip dus van dit KB, totdat daar een einde zal aangesteld worden in uitvoering van het regeerakkoord. Die aanpassing aan dit ontwerp KB Politie en alle andere vervroegde uitredenregelingen en preferentiële rustpensioenregelingen zullen gebeuren nadat besprekingen zijn gevoerd in het Nationaal Pensioencomité over de zware beroepen. Er staat dus in het huidige KB geen enkele voorafname aan een definitieve regeling in het kader van de zware beroepen. Laat mij duidelijk zijn, het KB einde loopbaanregime politie bestaat uit een luik non-activiteit en een luik aangepast werk. Uiteraard is het stelsel non-activiteit tijdelijk, maar het recht op een aangepaste betrekking is natuurlijk een permanent recht. De kostprijs van dit alles wordt berekend in samenwerking met de PDOS en zal in de eerstvolgende dagen samen met het ontwerp KB besproken worden in de technische werkgroepen tussen de kabinetten. Het mogelijk aantal begunstigden van het stelsel non-activiteit kan op voorhand vrij precies bepaald worden en dus kan de budgettaire impact daarvan ook vrij goed bepaald worden. Wat de financiering betreft, na het ontwerp KB volgt er uiteraard een KB-financiering. Maar ik heb u over die financiering altijd gezegd, wat we sparen in de pensioen gaan we gebruiken voor de financiering van dit stelsel. Op alle andere vragen kan ik helaas nog niet ingaan, omdat de besprekingen die lopende zijn, vanavond om 5 uur zien we opnieuw de bonden, dat die nog onderwerp uitmaken van die bespreking. Mevrouw Gabriels. Meneer de minister, bedankt voor uw antwoord. We kijken samen met u uit naar de werkzaamheden van het Nationaal Pensioencomité. Ik ben ook blij dat u nogmaals bevestigt dat het stelsel van non-activiteit toch zal gefinancierd worden door de federale overheid. Indien de politiezones dit zelf zouden moeten doen, zou dit werkelijk toch wel een financiële catastrofe zijn, wat we beiden niet zouden willen. Een van de belangrijkste uitdagingen om de meerkost van de vergrijzing te kunnen blijven betalen, is ervoor zorgen dat mensen langer werken. En inderdaad, aangepast werk is ook voor onze fractie de ideale oplossing in dit geval. Voor ons gaat het hier over 2 vormen van solidariteit, toch nog eens benadrukken. Solidariteit over verschillende generaties heen, uiteraard. Maar ook solidariteit over verschillende beroepsgroepen heen. En dus gelijke behandeling, gelijke criteria. En ik ben dus blij dat u stelt dat er geen voorafnames worden genomen op definitieve regelingen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gabriels.